Zo'n 100 jaar geleden begon de Eerste Wereldoorlog. En gooide het leven overhoop van talloze mannen, vrouwen en kinderen. Hun belevenissen legden zij vast in vele brieven en dagboeken. Want voor het eerst in de geschiedenis kon bijna iedereen lezen en schrijven. Ook een Amerikaans meisje in de haven van Rotterdam. De 12-jarige Jessica Davenport. We waren op reis door Europa toen alle landen hun grenzen sloten vanwege de oorlog. Dit schip is onze laatste kans om weer in Amerika te komen. Please bring us home safely. Ik heb het geld van mama. Jessica! Or would you rather stay here in Europe? No, wait for me. Hurry up, Mama. Can't we wait for another ship? A passenger ship? The passenger ships don't sail anymore, honey. We should be happy that this captain will take us. Now, come on. It just doesn't feel right. Shh, we'll be home before you know it. Now, come on. Eeuwenlang zijn schepen de enige verbinding tussen Europa en de gebieden over zee. Ze brengen niet alleen passagiers over de oceaan, maar halen ook graan en steenkool uit Australië en Zuid-Amerika. Dat is erg belangrijk voor Groot-Brittannië en Duitsland. Want als een land is afgesneden van de buitenwereld, zal zijn bevolking honger en kou lijden. Het kan dan geen oorlog meer voeren en zal zich moeten overgeven. Duitse en Britse oorlogsschepen proberen hun tegenstander dan ook te isoleren en strijden met elkaar om de macht op zee. Daar wordt het steeds gevaarlijker. We waren naar Europa gekomen met de Olympic. Een hele grote stoomboot met een restaurant, bibliotheek en zelfs een zwembad aan boord. Daar was de Passat helemaal niets bij. Mij kon het niet zoveel schelen. Als we maar thuis kwamen. Maar mijn moeder zag ik gewoon trillen van angst. Ja, dat is het. Waarom? Het is goed. 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 Fortunately, they don't have any color, honey. Everything will be fine, darling. Whatever happens, don't jump into the water. You won't make it longer than 5 minutes in the water. He's just saying that as a precaution. Aren't you, Captain? What's that sound? Do you hear it? Maybe it's the war in France. No. That's in the south, darling. That's the other side. Dat zal altijd eens zien. In de Noordzee bij Denemarken vindt in 1916 de grootste zeeslag van de oorlog plaats tussen de Engelse en de Duitse marine. De Engelsen blijven de baas op zee en houden voortaan alle schepen tegen die naar de Duitse kust willen varen. Voor deze blokkade worden niet alleen schepen ingezet, maar ook zeemijnen. Zware bommen die onzichtbaar onder water zweven en ontploffen als er een schip tegenaan vaart. Zo'n 250.000 van die mijnen worden er in zee gegooid en vormen daar reusachtige mijnenvelden. Levensgevaarlijk voor ieder schip. Midden op zee kwam ik iemand tegen, die ik nog nooit op het schip had gezien.
Who are you? Al die tijd moet hij in het ruim hebben gezeten. And why are you hiding? Hij leek wel bang voor mij. Ik heb honger. Honger. Terwijl hij veel ouder was dan ik. Honger is een krachtig wapen. Daarom probeert Duitsland op zijn beurt de aanvoer van grondstoffen voor Groot-Brittannië af te snijden. Niet met grote oorlogsschepen, want die liggen allemaal vast in hun haven. Maar door bootjes die stiekem wel kunnen uitvaren. Duikboten, of U-boten zoals ze door de Duitsers worden genoemd. Honderden worden er gebouwd. Met een stalen romp van hooguit 50 meter lang en zonder ramen. Daar moeten 40 mannen in, 6 torpedo's en bovenop een kanon om schepen aan te vallen. Alleen mag dat niet zomaar. Zelfs niet in oorlogstijd. Dat hebben de landen namelijk met elkaar afgesproken. Vrachtschepen mogen alleen worden aangevallen als ze van de vijand zijn. Schepen zoals de Passat van neutrale landen die niet meedoen aan de oorlog moeten eerst worden gecontroleerd op wapens, brandstof of vijanden. Officieren van de onderzeeboot komen aan boord om het schip en alle bemanningsleden te inspecteren. Dat noemen de Duitsers Schiffscontrole. Wat staat is dat Holländische schip? Ze hebben niks met hem te doen. Die? Dat zijn de Amerikaners. Passagieren. Amerikanische Passagiere auf einem holländischen Frachtschiff. Ja. That's right. We have nothing to do with this war. So, so. Amerikaner. Wirklich. Sie sprechen aber wie Engländer. Oh, no, no. We speak very different. We say potato, and the British say potato. We just want to go home. Does the potato want to go home? No. And you? Come here. Oh, no. Please, don't. Was ist mit dir? Möchtest du auch nach Hause? Zurück zu den Freunden. Zurück zu deinen Freunden. Papa, what should I say? Wo ist dein Zuhause? London? No. Edinburgh? Papa? Schau mich an. Ich rede mit dir. Willst du mich belügen? I'm not lying. I promise. Du willst mir also erzählen, dass du noch nie in England warst. No, that's not what I said. Also warst du schon mal in England? Yes. When I visited my grandparents. Na, sieh mal an. My parents are British. But we're not. We're Americans. Gefechtsbereitschaft. Did I say something wrong? No, no. Schwimmwesten und Rettungsbootklammer. Das habe ich nicht gewusst. Wir haben ihnen nur gesagt, die sind Amerikaner. Mehr haben die nicht gesagt. Ich weiß nicht mehr. And now? Are they going to sink us? Een vrachtschip mag pas tot zinken worden gebracht als de bemanning veilig in een reddingsboot zit. Zo zijn de regels.
Maar die worden al snel doorbroken. Want om zelf niet te worden aangevallen, blijven oerboten onder water en brengen hun prooien zonder waarschuwing met torpedo's tot zinken. Maar liefst 5000 schepen in totaal.